We staan er niet altijd bij stil, maar in en rond onze huizen wonen vaak veel verschillende diersoorten. Sommige daarvan zijn beschermd. Denk aan huismussen, gierzwaluwen en alle soorten vleermuizen. Gelukkig maar, want het zijn vaak erg nuttige dieren. Ze vangen veel insecten, zoals muggen of de vlinders van de eikenprocessierups. Als we woningen renoveren of slopen, kunnen deze dieren hun verblijfplaats kwijtraken. Volgens de wet natuurbescherming zijn we daarom verplicht om te onderzoeken welke beschermde dieren in onze woningen verblijven. En we moeten op zoek naar andere verblijfplaatsen voor de dieren. Dit zijn zowel tijdelijke als vaste verblijfplaatsen. We zijn hier in Smerdiek West, in Sint Maartensdijk. We zijn hier volop bezig de wijk te vernieuwen. Er worden 160 woningen gesloopt, er komen 100 nieuwe woningen terug, een nieuwe brede school en een park. De hele onderzoeksfase voor de wet natuurbescherming neemt veel tijd in beslag, ongeveer een heel jaar. Daarom beginnen we 2 jaar voorafgaand aan de beoogde sloop of renovatie al met onderzoeken. De provincie kijkt met ons mee of we voldoende doen voor het behoud van de beschermde diersoorten. Voor deze beoordeling krijgen ze ongeveer 16 weken de tijd. Helaas zien we soms dat de provincie meer tijd nodig heeft. Daardoor kan het zijn dat we de sloop moeten uitstellen. Het is voor buren vaak fijner wonen in een wijk waar de huizen nog bewoond zijn. Daarom kiezen we ervoor onze woningen tijdelijk te verhuren. Als dat niet meer gaat, worden de woningen dichtgezet met platen. Onze gebiedsbeheerders zien ondertussen toe op een schone, hele en veilige leefomgeving. Samen met onze groenpartner Verheij zorgen zij ervoor dat de tuinen van lege woningen er zo netjes mogelijk bij blijven liggen. Tot het moment dat de woningen gesloopt kunnen worden. Als we ergens slopen, plaatsen we nestkasten in de omgeving. Zo kunnen de beschermde dieren op zoek naar een ander plekje in de wijk. Maar we kijken ook naar de nieuwbouw en die directe omgeving die we inrichten. Bij de nieuwbouw kunnen we broed- en verblijfsplaatsen aanbrengen. Bij de inrichting van de openbare ruimte denken we goed na over welke planten en bomen we terugplaatsen. Daarmee willen we de lokale biodiversiteit voldoende ruimte bieden. We noemen dat natuurinclusief bouwen. Zo zijn we continu bezig om de balans te houden tussen natuur, stad en dorp.